Yo allemaal, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik weer F1 2019. Jullie gaan zo weer het beginscherm zien. En ja, ik ga nog een video opmaken. Ik ben nu bij practice 2 dus. Zo het fijnste. Here we go. Als jullie de vorige video nog niet hebben gezien en de livestream van gisteren, moet je de livestream eerst kijken, want daar heb ik een ander team meer gekozen. Ik ga niet zeggen welke. Oké, ik moet het zeggen, Mercedes. Dum dum bada 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 ma bum 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 dum lu 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 lu. Okay, wacht. Du 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 dum dum dum. Oei. Du 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 dum 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 dum. En dit is het beginscherm, altijd. Dat is best wel chill. Oké, okay, dat moet niet echt. Ik ben recht. Tenminste, dat is mijn teammate. Recht. Oké. Okay. Continue career. Zie ik mijn Mercedes. En mijn teammate. Mijn rival. Oh, mijn rival is Lewis Hamilton. She. Oké, Australië practice 2. Here we go. Want in de vorige video heb ik practice 1 afgemaakt. Dus. Oké. Here we go. Volgens mij moet ik nu weer die mevrouw. Oh nee, oké. Okay. Nou, dat is in totaal 230 en ik heb 2000. Holy moly. Hoppa. Okay. How many messages? Can I practice too? Here we go, my man. Maar het is eigenlijk, dat is eigenlijk allemaal op één dag. Practice 1, practice 2, practice 3. Dan kwalificatie, dus de drie practices zijn op vrijdag, in het echte. De kwalificatie is op zaterdag en de race is altijd op zondag. Session info. Ja, maar die heb ik altijd. Die is altijd mislukt. ERS management. Starts. Drive out. Don't push the car just yet. Track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. Oké, okay, daar gaan we. ERS management begint trouwens bij de volgende ronde. Dus dan kan ik even lekker een lap inkomen. Oké,
er eigenlijk in 4 te nemen. En deze in 3. Juist. Dus jullie zien, het gaat veel beter. Deze is een 2. Een kas. Deze kan. Ja, die kan eigenlijk gewoon. Ja, dan kan je gewoon vol gas. Alleen dat doet niet. Dat had het een beetje gasloos. Boom. This is the ERS management test. Hit the target time whilst managing your battery charge. The more efficiently you use energy throughout the lab, the higher you will score. Remember that you can change your ERS deployment settings via the MFD. Nee, waarom gaat hij in het rood? Moet hij in het rood gaan? Kijk, zie je, die kan je gewoon full speed nemen. Hup. Nee, het is een 3. Nou ja, het groen is wel paars. Nee, heel groot. Nou, zoals jullie zien, hier ben ik het nu echt op een of andere manier goed in. Krijg ik bij dit altijd paars, maar nu is het rood. Oh, ik zie het al. Rechts onderin, daar zie je ERS en dat is dit. En het staat nu op 45%, dus ja. Ik snap nu ook wel waarom het naar rood gaat. Oké, dat was wel echt dom. Kijk. Deze bocht even goed, nee. Zie je, je kan hem wel full speed, alleen ik doe het niet. Zoals je ziet. Yes, ja. Too much energy over the lab, use less intensive deployment modes to maintain more charge. Kijk, zie je, je hoort hem in zijn 4 te nemen. Deze moet gewoon zijn, deze moet gewoon zijn. Yes! Oké, good pace on that lab. And energy management is looking A-OK. Die kan je gewoon voel je kaas.
Nee! Oh, ja, 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 oké. Ik zit nog op de baan. Juist, there's only one lap of fuel remaining. Okay, we can take you this lap. Ik kan hem gewoon niet zoveel nemen. Dus ja. You're nearly out of fuel. Almost out of fuel. You need to pit within the next two laps. Nou, gaat hij nu zeggen box this lap? Let me op. Box this lap, please. Box this lap. What did I told you? Oké, ik doe niks meer. Zo. To spend time repairing the damage to the car. Qualifying pace, start, flying lap. Oké, nu voor de kwalificatie. Ja. Dit doe ik trouwens nog niet hoor. Ik vind het gewoon leuk om mee te krijgen. En dit doe ik. Hey, mijn teamgenoot is tweede. Ricciardo, doe Ricciardo. Don't worry about tires, just give it everything. In this test, we want to make sure we can lap close to our rival's pace. Ha, Hamilton, je bent ingehaald door een Red Bull. Haha. Ah, ik kan net zeggen, je moet wat je plaats terugnemen, hè? Maar je kan je alleen maar groen krijgen trouwens. Yes. Je kan je nooit paars halen. Ook al heb je de vaste slap, je kan nooit paars halen. Je kan hem nooit in één keer hebben volbracht. Je moet gewoon drie laps laten zien ja, wat je kunt. Yes. Je hebt full gas. Full gas door die laatste bocht. Dat is. Oh, huh? Oh, oké. Okay. Nou, ik dacht dat je nooit
gelijk paars kon halen, maar dat kan dus wel. Tenminste, ik heb dat nog nooit gehad. Kan dus wel, wauw. Nou, dus deze Mercedes is echt heel snel. Holy moly. Ik ga proberen gewoon hier allemaal afleveringen van te maken. En dan gewoon... Ja, alleen. Maar ik ga proberen met Mercedes het helemaal uit te spelen. Want ik heb een keer Ferrari gedaan, dat heb ik nooit helemaal uitgespeeld. Ik kan ook gewoon meerdere series van maken, want je kan uit meerdere dingen kiezen. Misschien ga ik dat doen. Trouwens, dat is wel. Ja, remmen. Ik doe toch niks, dus. Zo. Ik kan ook bijvoorbeeld, als ik dit helemaal af heb met... Formule 1 kan ik ook bijvoorbeeld een Formule 2 serie gaan maken. Dat kan dus ook. We hebben nog 14 minuten en het is bijna 13 van de 20. Coureurs zijn nu op de baan. Lewis Hamilton. Oh, hij is daar. Oh, hij heeft net een nieuwe... Oh, dat klinkt zo vet. Pierre Gasly. Nieuw. Nieuw. Kimi Räikkönen. Dat klinkt zo vet. Trouwens. Ik ga wel even race strategy. Select. Start. Flying lap. Zo. Here we go. Magnussen! Magnussen! Het! Kijk, zie je 5 laps. Nou, en zoals jullie weten, tenminste zoals ik weet... Ik heb een keer de snelste tijd gehad, maar ik had alsnog een groen. Ja, of ik moet nu mijn tijd verbeteren, alleen ik weet niet welke tijd dat is. Volgens mij 1.29.6 of zo. Volgens mij 1.29.6. Als ik een 1.29.5 haal, nou, dan heb ik het dus al compleet. Dan ben ik eigenlijk al klaar voor de practice 3. Dan ben ik al helemaal klaar. Want dan hoef ik helemaal niks meer te doen. En dan practice. En dan de kwalificatie in de race. Dan alleen maar. Alleen ik hoop echt dat ik... Gewoon... Nee! Oké. Nee. Return to garage. En eerst ik wil weten hoe lang het nog duurt en ten tweede... Ja. Car repairs have set us back a little. Soft 5 laps. Doe maar, oké. Flying lap. Hoppa. Here we go. Kijk, dat noem je nou goede bochten.
Ring 32, 2. Oh my lord. Als ik onder de 1.32.2 kom, dan heb ik hem gehaald. Oké. Okay. Nee, dan heb ik hem volgens mij niet gehaald. Ik weet niet waarom ik daar aan doe, maar oké. Okay. 4, juist. Deze bocht is een 3. Okay, super job so far, we're getting great data. Stay focused. Je kan je alleen nog maar ook heb ik een nieuwe lab. Je kan je alleen nog, je kan je alleen maar groen hebben dus. Oh ja, en practice 2 die eindigt over 4 minuten en 40 seconden. Zoals je ziet, graag gesproken. Oh my lord, Hamilton is gewoon ingehaald per chance. Dat is een tijd. Maar niemand kan mij nog. Aha. Oh nee. Ik stond bij practice 1 en bij practice 2 stond ik gewoon eerste. En kijk eens, ik sta gewoon nog steeds eerste. 0 kopen geschoven. En ja, dat meen ik. Pierre Gasly. Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. Kom op, ik heb nog net iets meer dan minder dan een minuut.
what we asked for. Keep it up. Misschien mag ik deze ronde nog wel afmaken. Maar anders de practice er ook weer af. Ja, zie je, ik mag gewoon nog mijn ronde afmaken. Binnen die 2 minuten en 46 seconden moet ik wel mijn lap afmaken. Nou, ik kan het binnen een minuut zelfs. Dus binnen... even kijken. Dus over een minuut dan ben ik al lang klaar. Dat mag. Dus op 1 minuut 36. Hij kan nog niet eens de 2 minuten aantikken. Dus ik heb. Nou, misschien net. Nee, ik heb dus binnen 49 seconden gedaan. Voor zo'n lap. Holy moly. It's time to remind ourselves of our top 3. Ja, en dat maakt helemaal niemand helemaal iets uit. Practice 3, ja, maar even serieus. Ik heb volgens mij alles al gedaan. Ik heb alles gedaan. Okay. Ik heb 45 laps completed. Holy moly. Nou, dan heb ik meer dan 2200. Ja, ik kan ook hier naartoe, maar eerst het advanced. Dus daar pak ik de regang. Hoi, 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 hoi. Ja, zie je. Dit was het voor deze video. Ik vergeet het zoals altijd. Like en abonneer. En ik zie jullie bij de volgende video. Later!